aan het eind van het liedje is het zo dat je minder geld krijgt als boer per hectare of als überhaupt als inkomenssteun, terwijl je er meer voor moet doen. Hoi, leuk dat je kijkt naar Boerderij Uitgelicht. We bespreken de inhoud van de boerderij van deze week en kijken naar de mooiste reportages op onze website. Ook sprak ik met mijn collega Jan Braakman over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid in de Europese Unie. Aankoop van fosfaat kan een melkveebedrijf versterken. Een calculatie laat zien dat fosfaat onder gunstige omstandigheden tot €185 per kilo mag kosten. Voor anderen is €50 al te veel om er iets aan te verdienen. Hoe het precies zit, legt René Stevens uit in de boerderij van deze week. Op de boerderij van de toekomst in Lelystad zit het experiment met strokenteelt in zijn tweede jaar. Grotere en kleine lessen zijn al getrokken. Wat die lessen zijn, vertelt Leo Tolhuizen deze week in boerderij. Bedrijven die voor een stalbezoek bedrijfskleding en douche verplicht stellen, vergeten aparte voorzieningen voor vrouwen. Intensieve bedrijven zijn zelden goed ingericht op vrouwelijk bezoek. In de boerderij van deze week vertellen verschillende vrouwen over hun ervaringen met hygiënesluizen op een boerenbedrijf. Er ligt een politiek akkoord over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het compromis markeert voor de landbouw het begin van een koersverandering. Groener en meer gericht op kringlooplandbouw. Ik sprak hierover met mijn collega Jan Braakman. Jan, dankjewel dat ik jou vandaag mag spreken. Er ligt een politiek akkoord over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar wat houdt dit precies in en in welk stadium zitten we nu? Om te weten wat het precies inhoudt, moeten we eigenlijk nog wel even wachten. Want er is nu een politiek akkoord. Dat betekent dat het Europees Parlement en de Europese landbouwministers en de Europese Commissie het erover eens geworden zijn hoe het politiek in elkaar steekt. Dit wordt nu uitgewerkt in wetsteksten. Die wetsteksten moeten formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de Raad van Landbouwministers. En dan ligt er het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat wordt uitgewerkt in Nederland, in de lidstaten, maar in Nederland in een nationaal strategisch plan. En dat nationaal strategisch plan, daar zitten allerlei elementen in waar boeren gebruik van kunnen maken of op kunnen bij wijze van spreken intekenen om deel te nemen aan elementen die voor hun interessant zouden kunnen zijn. In elk geval doel om hun inkomen op peil te houden. En wat houdt dit dan precies in op de langere termijn voor de boer en ook voor de bedrijfsvoering van die boer? De hervorming van het landbouwbeleid is gericht op de komende 7 jaar. Dus dat is de termijn waarop we kijken. Het doel is om de landbouw te verduurzamen. Een van de hervormingselementen. Mm-hmm. Meer aandacht voor klimaat, meer aandacht voor milieu, meer aandacht voor biodiversiteit, meer aandacht voor landschap. Tegelijk ook aandacht voor het inkomen. Dat staat altijd nog wel in het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat het inkomen van de boeren ondersteund moet worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant betekent dat de boeren steeds meer voor moet doen om in aanmerking te komen voor die steun. Dat zijn de eisen die we eraan stellen. En die eisen zijn geformuleerd in zogenoemde goede landbouw- en milieucondities. En een voorbeeld daarvan is dat er regels komen voor verplichte gewasrotatie, vruchtwisseling of gewasdiversificatie. Dat betekent dat je dus niet op hetzelfde perceel langjarig of meerjarig hetzelfde gewas mag telen. Nee. Of in elk geval dat je op bedrijfsniveau moet zorgen dat je verschillende gewassen teelt. Het is een beetje hoe je het inkleedt, maar dat zijn eisen. Een ander voorbeeld is dat er niet productief areaal in je bedrijf moet zijn van 4%. Nou, dat kun je invullen door landschapselementen of slootkanten of sloten. Voor de meeste bedrijven in Nederland gemiddeld gesproken is dat niet een heel groot probleem, maar voor een aantal bedrijven is dat echt wel een probleem. Ja. Aan het eind van het liedje is het zo dat je minder geld krijgt als boer per hectare of als überhaupt als inkomenssteun, terwijl je er meer voor moet doen. Dat is kort gezegd. En voor sommige bedrijven is dat een kans. Ja, precies. Want het klinkt niet heel positief hoe je dat nu benoemt. Maar er zijn kansen dus. Kansen, ook omdat er koppelingen worden gezocht, in Nederland in elk geval, met andere verdienmodellen. Dus dat als je voldoet aan datgene wat de Europese Unie, of in dit geval Nederland, via de Nationaal Strategisch Plan van je vraagt, of waar je dan op in kan tekenen, dat je tegelijkertijd bijvoorbeeld ook vanuit de ketens
meer geld kan krijgen voor je product. Omdat je dan toch al aan bepaalde eisen voldoet. Dus, ja, precies. Ja. Dus er worden combinaties gezocht in elk geval. Of die er zijn, weet ik zo niet. Maar er worden wel combinaties gezocht om dat je zowel aan de Europese eisen voldoet. Of ja, zowel aan de Europese eisen voldoet. Maar dat je daarmee ook meteen een meerwaarde kan creëren voor je product in de markt. Ja, precies. En wanneer gaat dit nieuwe beleid in? Of de hervorming hiervan? De bedoeling is dat het ingaat op 1 januari 2023, dus nog anderhalf jaar. Nu is het zo dat er nationaal strategische plannen worden gemaakt. Die zouden voor het eind van het jaar moeten worden ingediend bij de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat die volgend jaar van alle lidstaten bekijken. Er wordt er nog over gepraat of er niet wat aan moet worden gepast. En dan zou het per 1 januari 2023 van kracht worden. Dat is al vrij snel. Dankjewel Jan voor je verhaal. De familie van de Kamp ging van een 60 jaar oude grupstal naar een splinternieuwe lichtboxenstal met melkrobot. Wij gingen op bezoek en maakten een fotoreportage van de nieuwe stal. Je vindt hem op boerderij.nl. Zeugenhouder Twan Dirks stelt zijn bedrijf beschikbaar voor onderzoeken. Belangrijk voor de sector, maar deelname levert ook voorsprong op bij nieuwe thema's. Op boerderij.nl vind je nu een uitgebreide reportage over dit bedrijf. De Chinese melkveehouderij is de afgelopen twee decennia flink veranderd. Grootschalige landbouw is nu de belangrijkste trend. Op onze website vind je nu een uitgebreide reportage over de Chinese melkveehouderij, waar de grootste bedrijven gemiddeld 68.000 dieren hebben. Dit was de laatste boerderij uitgelicht van dit seizoen. Je vindt de artikelen in de boerderij van deze week en de links naar de online verhalen staan onder deze video. Bedankt voor het kijken en tot in september, want dan zijn we terug. Doei!